En welkom bij de Van Schijpjes. Ik ben Kimberly. En ik ben Bianca. En ik was in een winkel en ik zag daar allemaal verschillende dingen van Kinder Bueno. Ja, alleen weet je hoe erg? Ze heeft niet de Kinder Bueno meegenomen. Ja, zij vindt altijd die ene lekker met die twee staafjes met die dingetjes erin. Dat is gewoon de Kinder Bueno, hoor. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik dacht, ja, die ken je wel. Deze ken ik ook. Ja, deze kennen we ook wel. Die vind ik ook lekker. Deze zijn ook wel lekker, maar deze drie ken ik dus niet. Dit is een, Duplo heet deze. Duplo, maar dan mag je niet opeten. Nee, het lijkt er niet echt op. Deze heet Country. En deze heet Happy Hippo. Oh, dat is grappig. Knelpaard. Dat is leuk. Dus ja, deze kennen we dan wel. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat ei. Alleen dan zit er geen surprise in en het is gesmolten al. Een ei. Weet je wel, zo'n surprise ei. Waarom ga je niet open? Je zit hier een vakje dat je zo open kan. Zie je? Je ziet het. Ja, moet ik doen? Ja. Kijk. Oh. Geweld moet je daar doen. Oh. Zullen we gewoon maar één stukje doen en dan allebei een klein stukje? Oh, ik dacht, jij maakt een grapje van. Zullen we er maar gewoon eentje doen? Omdat alles eruit valt. Ik dacht, jij maakt mij. Nee, gewoon één stukje, één reepje. Want het is eigenlijk gewoon chocoladereepje. Ja, en deze zijn wel. Ja, nou. Deze zijn wel erg lekker. Als je daar eenmaal een stukje van eet. Maar dit kan niet. Nee, maar we doen ook allebei maar één. Nee! Gewoon één blokje. Maar dat is zonde. Ja, maar goed, dan eet jij gewoon lekker de rest op. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde idee als het eieren. Hier heb ik altijd zo'n hekel aan. Ik heb altijd honger. Je praat niet zo smakken. Lekker. Vind je het lekker? Wel. Maar ja, dit is echt lekkere chocola. Maar we hebben moe. Maar dit is dus wel gemaakt van melk. Nee, echt. Ja. Chocola sowieso, hè? Ja, sowieso, maar dit is nog erger. Jongens, deze is gewoon echt heerlijk. Dus dit komt erop. Waarom ben je? Ik stink. Chocola. Nee. Tampasta. Nee. Koffie. Oh, koffie. Ja, dat kan. Ja, dat heb ik ook nog op. Ik denk, wat stinkt dan? Ik heb alleen maar dat gedaan. Welke wil je nu? Duplo. Ja? Doe jij maar Duplo. Nee, ik wil deze. Hier zitten noten in. Ja, dat is niet, geen noten. Het is een haver. Nou, en dit is koffie. Ja, weet je niet. Dit is ook met, dit is met noten. Dit is met hazelnoten. Maar ja, chocola wordt natuurlijk veel met hazelnoten gemaakt. En de hazelnotenpasta lust je ook. Dat snap ik niet. Waarom niet met cacao? Ja, ook. Waar zit cacao? Chocola is toch gemaakt van cacao? Waarom zeg je dan van hazelnoot? En dan zit hazelnoot ook bij. Dat is een groot koekje. Kinderen hebben meteen hele maaltijd. Nou, als je dat eet, dan ga je kinderen gewoon stuiteren. Kijk, er zit een noot in. Maar is dit serieus alleen maar noten? Kijk ik? Ja. Nee, die wil ik. Een kleine stukje. Maar ik weet niet of dat dit noten zijn. Ja, dat zie je toch. Weet ik niet. Eten. Echt zo. Rustig. Dit is goor. Nee, dit is gewoon lekker. Nou, alsjeblieft, hè. Voor jou. Bouwer. Ja. Je smaakt echt een plant. Ik ben geen planteneter. Je proeft inderdaad je haver. Goed. Ik vind dat wel lekker. Nee, ik vind het wel lekker. Oh, dat vind ik niet. Nou, oké, voor mij en papa. Nee. Voor mij en papa. Lekker jongens. Je proeft wel de chocola. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde als deze. Alleen zitten hier haverdingetjes in. Ja, dus eigenlijk is die gewoon heel vies. Hij proeft er niet eens daarnaar. Wel waar. Nee, verre van. Hij proeft er wel naar, maar jij proeft alleen die dingetjes. Hij proeft er helemaal niet naar. Ga je nog open? Moet ik het doen? Nee. Oh. Maar je moet dat ook indrukken. Dat heb ik toch al gedaan? Rustig! Kijk, een leuk pakje. Ja. Alleen jammer dat hier geen pinguïns op staan. Dat is veel leuker geweest. Hoezo? Omdat het kerst is. Wat heeft pinguïns met kerst te maken? Het is toch koud? Ja! Dan horen er toch pinguïns?
Maar dat heeft toch niks met kerst te maken? Dat heeft toch gewoon met winter te maken? Oh, en in de winter is het toch kerst? Ja, in de winter is het wel kerst, ja. Ja, dan. Maar het is nu nog geen winter. Nee, nou is het voelt het wel. Kijk dit. Gewoon een boomstammetje. Dit lijkt een beetje op een Twix. Nee, niet op een Twix. Hoe heet dat andere? KitKat. Vind je niet? Maar jij neemt het kontje. Ja. Lekker veel chocola. Maar vind je niet dat dit een beetje op weet een KitKat lijkt? Weet ik niet, kunnen we eten? Wat ben je ongeduldig? Ja, het kruimelde helemaal. Ja, nou moet jij dat schoonmaken. Dat koek gaat toch weg en dan? De binnenkant. Ik heb alleen chocola, koekje is uitgevallen. Oh, dat kan ik klikken. Nee. Dit proeft een beetje naar KitKat. Nee, gewoon een hapje. Neem maar hapje. Ik heb echt een chocola. Oh, raar. Hm. Dit is gewoon net bijna een KitKat. Jij weet wat KitKat is, hè? Ja. Ja, ja. Ja, hallo, maar zo vaak. Ik ben geboren in de middeleeuwen. Nee, dat weet ik niet, maar wij hebben nooit KitKat in huis. Vaatwassen. Dat is een leugen, weet je nog dat we allemaal KitKat hadden? Ja, gekregen? Maar dat was om te proeven. Normaal toch ik niet? Toch ik heb echt dorst. Ik heb dorst. Ik merk het, ja, maar dat is ook niet zo gek, hè? Dat is ook meestal zo. Hoe vond je deze? Oh. Ja, jammer, hè? Ja, eigenlijk. Je moet hem wel gewoon helemaal opeten, want anders kruimelt hij. Maar wat vind je ervan? Lekker. Ja, die vind je wel lekker? Ja, toch opgegeten. Ja, dat is zeker zo. Ja. Als het niet lekker is, dan ligt het in de goudsteen. Nou, ik ben heel benieuwd naar deze. De Happy Hippo. Met cacao. Ja, cacao, hè. Weet jij nog dat wij... Je hebt ook wel eens van die... Ja, nee. Ik weet niet of dat ook van dit merk is. Maar die cakejes. Dat jij dacht, oh, dat is lekker. Weet je dat nog? Dan had je bruine cake en dan wit in het midden. Was dat ook van dit merk? Ik weet niet meer welke. Ja, toen waren we op vakantie naar Frankrijk in de auto. Jawel, want toen zeg je, oh, ik wil die wel eens eten. Dat was echt heel vies. Nee, dat was zo'n surprise ei. Nee, dat was... Ook, ja, maar dat was een gevulde surprise ei. Ja, met die balletjes erin, die vond ik echt niet lekker. Ik had nee, maar gehoopt die andere. Maar ik zal ik jou zo laten zien welke ik bedoel? Laat ik het jullie ook even zoenen. Wel echt zoen? Zoen? Doen. Zien. Jeetje. Huh? Ja, ik doe dat ook even voor de mensen. Ik laat het jullie ook zien, jongens. Ja, ik laat het jullie ook even doen. Ja. Ja, misschien wel. Misschien willen ze ook wel proberen. Ja, de hippo. Maar ik wil ook eigenlijk even wel kijken of dat het dan eruit ziet als een hippo. Het lijkt op Tieten. Kijk. Nou, heeft hij een gezichtje? Ja. Oh, ja. Ah, kijk. Nou, laat even zien aan de mensen dan. Ik heb het gezien. Weer die vaatwasser. Hij heeft ook een staart op zijn kont. Oh, dat is schattig. Serieus? Ja. Kijk hem. Staartje. Oh ja, een stippeltje. Oké, ja, maar dan moeten we... Mag ik een snotneus? Ja, maar eigenlijk moeten we... Dat, ik denk niet dat je dit kan breken. Zo. Nee, dit kan je niet. Nee, moet ik er ook maar één doen dan? Nee, zonde. Nou, ja, jammer dan. Nee, andere kant openmaken dan. Die kant is nu ook open. Want ik kom zo slecht tegen. Ik voelde het, ik hoorde weer kluk. En dan heeft ieder gewoon zijn dingetje. Neem jij dan... Die kant is ook open. Neem jij... Hé, maar hij heeft ook echt aan de voorkant inderdaad zijn neus. Jeetje, het ziet er gewoon echt uit als een hippo. Doe zachtjes, anders moet kijk, nu zit hij wel erop. Nee, niet, het valt toch wel hierop. Wat neem jij zijn kop? En neem zijn neus. Oké. Okay. Gaf voor je handen. Hoezo vind je dit niet lekker? Maar zo droog als wat. Nee? Ja. Dan moet je goed kouwen. Dat deed ik. Je moet mengen. Oh. Maar als je hier gewoon een hapje van neemt... Nee, dan is het droog. Dan word je... Ja, en dan komt de inhoud... Nee, moet je vermengen met... niet. Mengen, wat mengen? Kan je net zo goed prakken en zo mengen? Nee, je moet dat gewoon in je mond met je kouwen en dan... Ja. Wat vind je? Wat nou?
Dat hele aanrecht zit vol met balletjes. Ik vind deze wel lekker. Nou, dus ik heb er, hoeveel neem jij er? Ik heb één, twee. Ik neem er twee. Nou, dan delen we het, hè. Maar ik wil wel dat papa ook even proeft, want ik denk dat papa het ook allemaal wel lekker vindt. Dus we kunnen het gewoon delen met z'n allen. Dit keer lust we gewoon alles. Nou ja, nee, maar jij de helft en ik de helft. Ik neem deze twee, hè. Nou, ik lust ze allemaal. Nou, pech, dan neem jij deze twee. Nou, ik vind ze allemaal wel lekker. Maar ik vind dit ook lekker, hoor, Kim. Nou, dan neem jij die toch? Ik hoef die niet. Nee, dat hoeft ook niet. Nee, maar goed, dit is gewoon koekje met... Koekje van eigen deeg. Ja, precies dat, ja. Nou, leg jij eens op volgen hoe jij het lekker vindt. Ik denk dat ik het al weet. Deze vind ik goor. Dat dacht ik wel. Dan die. Dan die. Pas niet. Welke vind je het allerlekkerste dan? Dan die. Is er zo. Vind je die het lekkerst? Ja. Oh, dat had ik niet verwacht. Ik had verwacht dat je deze lekker vond. Vind ik ook. Maar ik vind die alle twee lekker. Ja, dat kan niet. Het is één van de... Het is één van... Ik kan niet kiezen, dat weet je, hè. Ik kan nooit kiezen. Dan kies ik voor jou. Ik vind deze... Zal ik het doen dan? Nee, want ik vind die andere ook lekker. Oh, nou, dan is bij jou gedeeld plaats. Bij mij is het deze. Dan deze, dan deze en dan deze. Vind je dus... die vies? Nee, ik vind hem niet vies, maar die vind ik het minst lekker. Ik vind er geen één vies. Maar die vind ik het minst lekker. Maar deze... Ja, deze zijn gewoon het lekkerste. Want dit is eigenlijk bijna gewoon hetzelfde als zo'n ei. Deze vind ik ook gewoon echt lekker. Ik moet gewoon goed kouwen. Deze is gewoon net een... KitKat. En deze moet je, daar moet je wel van houden, dat klopt. Dus of je vindt het lekker... Of nog granen. En ja. Ik ben geen kip. Kippen eten dat toch? Ja, maar jij eet toch 's ochtends ook een volkoren boterham? Dat is toch ook graan? Ja, ik vind die binnenkant toch ook goor? Nee. Nee, maar gewoon normale volkoren boterhammen, die eet jij ook. Omdat maar nu jij zitten de pitjes in. Ja, die pitten vind ik goor. Die hou ik er altijd uit. Dat is juist heel goed voor je, weet je dat? Nou, dan hou ik die er altijd uit. Heb je broodjes brood met gaatjes? Net als gatenkaas. Nou ja, goed jongens. De video van proeverij van weet de... Weet je waar je op die toon zat? De wielen van de bus. Ik vind het vervelend vandaag. Dit was onze proeverij van de chocola. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren. En een dikke duim omhoog te geven. En een belletje aan te klikken, zodat jullie niks meer missen van de verschijkjes. En vergeet niet naar onze volgende video te kijken. Doei!